Michaël, aan jou het woord. Ja, nou, zo'n introductie wordt de druk alleen maar groter voor mij. Dus ik ga iets vertellen over de stand van zaken rond de richtlijn stedelijk afvalwater en de visie waterketen. Het eerste doe ik wat korter, want ik ga er eigenlijk vanuit dat de meeste waterschappen in ieder geval wel ongeveer weten waar we aan toe zijn. Het zou wat dat betreft raar zijn als ik nu echt hele nieuwe dingen ga vertellen. Maar ik ga er even kort doorheen en daarna focus ik wat meer op de visie. En ja, ook voor mij geldt, ja, er zijn vandaag al zoveel puzzelstukjes gelegd, dat ik het gevoel heb dat die complete puzzel al bijna compleet is. Dus die dingen die ik nog ga toevoegen, dat zijn nog wat kleine dingetjes misschien. Maar we gaan zien. Even kijken. Eerst over de richtlijn stedelijk afvalwater. Ja, die is al in het voorjaar dit jaar is die in het Europees Parlement behandeld, maar in de Engelstalige versie. En dat is helaas jammer, want daarna zijn de verkiezingen geweest. En nu moet die nog een keer in de vertaalde versies, in dus alle landstalen, moet die nog een keer besproken worden. En daarna moet die ook nog een keer in de Europese ministerraad vastgesteld worden. En dat is gepland in september voor het Europees Parlement, in oktober voor de ministerraad. En wij hopen nog steeds dat dat zo is. Even kijken hoor, als dat gebeurd is, ja, dan ligt de bal in feite bij het ministerie van INW, die dan de richtlijn moet gaan vertalen in de Nederlandse wetgeving. En dan is die een feit. Wij hopen dat dit proces ook gewoon nog vlot gaat. Er zijn wat discussies nog, maar daar kom ik zo nog even op. Maar ik ga ervan uit dat dit nog steeds zo gewoon doorgaat. Dan ga ik heel kort in op wat er ook weer in die richtlijn staat. Dat ga ik in vogelvlucht doen. Eigenlijk ga ik vooral in op de impact voor de waterschappen. Waarbij ik wil aangeven dat de eerste artikelen, die gaan ook wat over de gemeenten en de rol van de riolering, waarin vooral dus een aantal praktische dingen staan over IBA's, over overstorten, maar ook over dat de gemeenten een uitgebreid strategisch rioleringsplan moeten maken. En dat is in Nederland, hebben we daar natuurlijk al best wel veel ervaring mee, maar in veel andere Europese landen nog niet. Dus dat zijn een aantal verplichtingen die voor de gemeenten gelden. Voor de waterschappen begint het eigenlijk spannend te worden bij artikel 7, waarin eisen staan voor nutriënten. Dus de grote zuiveringen, die moeten de eisen voor stikstof en fosfaat worden wat aangescherpt. En voor de kleinere zuiveringen ook, maar dan op basis van een risicobenadering. Maar wij gaan ervan uit dat heel Nederland, net zoals nu al het geval is, aangewezen wordt als een kwetsbaar gebied. Dus dat ook voor die kleine zuiveringen die eisen gaan gelden. En ik heb er een paar plaatjes bij gedaan. Maar deze eisen zijn, net zoals in België, zijn dit niet echt hele spannende eisen. Hè? Vanuit de KRW, wat al uitgebreid besproken is, zijn eigenlijk de eisen die we stellen aan nutriënten, die zijn veel strenger. Dus wat dat betreft is dat die opgave voor nutriënten, daar worden we niet heel erg bang van, heb ik het idee. Dan artikel 8 tot en met 10 gaat over microverontreinigingen en in het bijzonder de medicijnresten. Daarin wordt aangegeven dat voor de grote zuiveringen boven 150.000, dat daar de medicijnresten tot 80% verwijderd moeten worden. En voor de kleine zuiveringen wordt ook hier weer gezegd van, er moet een risicobenadering komen, dus een kaart van Nederland of iets dergelijks. Dat zal ook weer een rol zijn voor het ministerie van INW. En bij de risicovolle gebieden, daar moeten ook die kleinere zuiveringen moeten ook het een en ander gaan doen. Wat interessant is, is dat voor die verwijdering van medicijnresten gezegd is, het principe van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid gaat hier gelden. En dat betekent dat heel concreet de farmaceutische industrie en de cosmetische industrie en de importeurs van dergelijke producten, dat die moeten gaan meebetalen. Dat betekent dus in principe dat waterschappen die kosten maken om medicijnen te verwijderen, dat die kosten via een fonds vergoed gaan worden.
Nou, dat is ook dat is dat fonds is ook dat is iets wat we hebben vanochtend of eerder al even aan gerefereerd, hè, toen die vraag kwam van hoe staat het ervoor. Ik weet dat het ministerie is hiermee bezig. We hebben al een aantal gesprekken gevoerd. Ze zijn al een keer op bezoek geweest bij onze zuiveringen, een van de zuiveringen in Leiden-Noord, waar al medicijnenveiling plaatsvindt. En ja, op zich, wij denken als waterschappen dat aan onze kant van het verhaal, dus hoe brengen we die kosten in rekening, dat dat vrij simpel kan. He, je kunt bij wijze van spreken zeggen van ja, dat worden zoveel euro per kuub of zoveel euro per IE. En dan kun je nog kijken van ja, is dat voor alle RWCT's gelijk of maak je daar maatwerk van. Maar in principe is dat simpel, wat wel spannend is. En ja, ik wens het ministerie heel veel succes dat... Dat aan de andere kant, hoe wordt dat betaald door de farmaceutische en de cosmetische industrie? Daar kun je natuurlijk heel ingewikkeld over doen. Wij kregen al verhalen van ja, als je via Alibaba een pil koopt, dan moet je daar ook aan gaan meebetalen. Of als je, hoe wegen we het milieueffect van paracetamol ten opzichte van misschien andere medicijnen die misschien wel gevaarlijker zijn. Dus daar ligt best nog wel een uitdaging om te zorgen dat dat... goed gaat lopen. Maar daar zijn we bij betrokken. Nou, verder. Wat ook relevant is in de nieuwe richtlijn, artikelen 11 en 21. En daar staan wat dingen in over energie-neutraliteit. Dus RWCT's, de waterketen, die wordt geacht energie-neutraal te worden. Waarbij we in de onderhandelingen nog bedongen hebben dat maximaal 35% van de energiebehoeften die mag dan ingekocht worden als niet fossiele energie. Dus je moet het of zelf opwekken met zonnepanelen of windmolens, maar je mag ook nog een stukje inkopen. Even kijken. Voor Slip is interessant dat de commissie alvast wat inbouwt. Het is nu nog niet verplicht, maar er komt een mogelijkheid dat de Europese Commissie op een gegeven moment zegt van nu willen we dat jullie bijvoorbeeld ook fosfaat gaan terugwinnen. Dus dan hoeft daar niet een hele nieuwe wet voor te komen, maar dan kunnen ze dat gewoon gaan invullen. Dus dat is iets wat misschien op ons afkomt. Ook nog een paar interessante artikelen 14, 15, 16, waarin aangegeven wordt dat de beheerder van een rioolwaterzuivering ook het recht heeft om in te spreken op de vergunning van indirecte lozingen. Nou, in Nederland is dat al min of meer volgens mij al zo geregeld, maar in heel veel Europese landen, daar is überhaupt bij de zuiveringsbeheerder niet bekend wat er überhaupt in hun influent zit. Dus dit is natuurlijk ook een belangrijk instrument om die hele ketenaanpak, waar ook vandaag al een paar keer over gesproken is, om die beter vorm te geven. Dus dit is ook bewust van, ja, als je als zuiveringsbeheerder verantwoordelijk bent voor je effluent, dan heb je natuurlijk ook het recht om mede te bepalen wat er aan de voorkant binnenkomt. Dus dit lijkt ons ook een goede regeling, alhoewel het voor de waterschap in Nederland niet heel veel zal veranderen. Artikel 18 dan nog, dat is de laatste die ik wil noemen. Dat is wel een interessante, waar daar staat eigenlijk in dat los van alle bovenstaande en voorgaande artikelen moet het RWCT-effluent ook gewoon voldoen aan de eisen die gesteld worden door het oppervlakwater op het gebied van drinkwaterproductie, zwemwater, kaderrichtlijn water, richtlijn marine waterkwaliteit en dergelijke. Dus dat betekent eigenlijk dat je gewoon wat, als ik juristen hoor, nu al natuurlijk formeel ook al zo was. Hè, we moeten met onze RWCT's aan de KW voldoen. Dat staat in dit artikel 18 nog eens een keertje heel expliciet duidelijk neergezet van ook dat geldt. Dus daarmee is denk ik die discussie ook definitief van tafel. Wat wel interessant was, want wij hebben daar in de discussies met de Europese Commissie wel over gehad, van ja, wat betekent dit nu, hè, als je zo'n artikel opschrijft? En daar is in die onderhandelingen nog wel bijgezet ook, van ja, dat betekent dus ook dat dat voldoen aan die KRW-normen bijvoorbeeld, dat kan ook via bronmaatregelen. Dus je kunt ook dus inderdaad bovenstrooms in het riool kijken wat daar moet gebeuren. Het kan niet zo zijn dat als een bedrijf iets loost in het influent, dat je dan als zuiveringsbeheerder automatisch dan een extra zuiveringstrap moet bouwen om die ene stof bijvoorbeeld te verwijderen. Dus op die manier
zal dat ook in de praktijk via jurisprudentie uitgezocht moeten worden. Wat betekent dit precies? Dat is over de richtlijn. Nou, wat ik al zei, hopelijk is die binnen een paar maanden is die definitief. En heel kort even over hoe gaan we dat nu implementeren. Heb ik eigenlijk net al gezegd, zie ik nu, die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Wij willen dat zo simpel mogelijk, zo eenvoudig mogelijk, dat het goed werkbaar is, zonder al te veel bureaucratie. Maar ja, het Rijk en de farmaceuten die moeten aan hun kant ook nog wat doen. En het aanwijzen van die risicogebieden, dus dat is ook best wel een bepalende stap. Van wordt heel Nederland een risicogebied voor chemische stoffen, voor medicijnresten bijvoorbeeld? Of wordt dat toch wat lichter ingevoerd, dat er heel specifiek bepaalde wateren worden aangewezen, ja of nee? Dat heeft natuurlijk ook best nog wel wat impact op hoe groot de investeringsopgave gaat worden. Dus dat zijn een paar hele belangrijke keuzes die bij de implementatie in de Nederlandse wetgeving nog wel georganiseerd moeten worden. Nou, dan wil ik het hebben over de visie op de waterketen, een heel ander verhaal. En dat is nog wat nieuwer, denk ik. Voordat ik dat begin, wil ik eerst bedanken, dank zeggen aan Hans, waar zit je? Hans van der Een en Gert Dekker en Emily Buijs, die hebben ons enorm hierbij geholpen. Hans, super bedankt voor je inzet. Die visie op de waterketen, wat is dat? Een paar jaar geleden is er in het bestuurlijk overleg aangegeven van dat is bestuurlijk overleg tussen Rijk, waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven. Is aangegeven, we willen eigenlijk wat beter weten wat er op ons afkomt. Wat zijn die, hoe gaat het in de waterketen de komende jaren eruit zien? En op basis daarvan is er gezegd, we willen een soort visie willen we ontwikkelen. Waarbij het woord visie best door verschillende mensen anders is geïnterpreteerd. Dus ja, ik kan me voorstellen dat jullie zeggen, is dat nou een visie? Maar we hebben echt gekeken van, wat hebben we behoefte aan? En met name het perspectief van wat komt er op ons af en hoe gaan we daarmee om de komende jaren? Wat betekent dat voor ons? Want het beeld was dat er heel veel op ons afkwam, maar dat niet iedereen het complete plaatje had. Dus dat hebben we geprobeerd te schetsen. En over dat proces wil ik een paar dingetjes over zeggen. Wij hebben dus als team vooral gekeken van wat komt er op ons af. En we hebben niet zozeer via backcasting bij wijze van spreken gezegd van over 30 jaar ziet het er precies zo uit. Hè. We hebben het een beetje opengelaten. Het is wel duidelijk wat er ons op afkomt en wat dat betekent. Maar we hebben niet gezegd van dat betekent dat alles decentraal gaat of alles centraal. Of dat we die zuivering op die en die manier eruit gaat zien. Dat hebben we geprobeerd niet te veel in te vullen. Verder viel ons op dat met name bij de waterschappen hebben we opgehaald waar denken jullie aan. Dat die, ik vind het zelf knijter ambitieus waren. Hè. We krijgen heel veel opmerkingen, zowel van bestuurders als van ambtenaren. Van en we gaan transities in en we willen alles dit, we willen alles dat. Ik vond dat echt, op een bepaalde manier hartverwarmend. Maar ook wel dat ik dacht van, er komt wel, we maken het zelf ook nog eens een keer extra groot. Hè. Dus die discussies hebben we best wel gevoerd. Waarbij we merkten dat bijvoorbeeld bij gemeenten al een stuk voorzichtige waarden, want daar was al veel meer van, we hebben al zoveel op ons bord en überhaupt het onderhoud van het stelsel zoals we nu hebben, dat kost ons al zoveel dat echt nog een stapje extra doen, dat gaat niet lukken. Daar zag je echt wel een verschil. En ik wil dit niet gaan zitten wij zeien of zo, maar dit is wel wat we zagen. Ik ga iets te snel. We hebben geprobeerd bij die visie zoveel mogelijk op te halen bij zowel experts, zowel binnen waterschappen, binnen drinkwaterbedrijven, maar ook bij adviesbureaus. We hebben ook een hele interessante middag gehad met de marktpartijen, daar kom ik zo nog op terug. En ook bepaalde stakeholders, VNO en NCW hebben gevraagd, milieupartijen. Dus we hebben geprobeerd een beetje een balans te krijgen, zodat iedereen zijn zegje kon doen. En wat van belang is, dat een paar onderdelen hebben we dus niet uitgewerkt. Met name de grote discussie, want het is de visie op de waterketen. Dus dat betekent ook drinkwatervoorziening zat ook aan tafel, de VW is aan tafel. We hebben gezegd, we gaan niet die discussie overdoen.
die op dit moment plaatsvindt in het Delta-programma en in de Nationaal Programma Drinkwaterbesparing. Want daar gebeurt al heel veel. Er wordt al uitgebreid gesproken over de beperkte bronnen. Dus die discussie hebben we in de visie niet meegenomen. Nou, wat staat er dan in? Ja, we hebben eigenlijk geschetst, wat komt er op ons af? Nou, en dat is ja, voor een hoop van jullie misschien helemaal niet zo verrassend, maar als je het allemaal onder elkaar zet, krijg je toch wel een mooi beeld. Ja, de bevolking die gaat waarschijnlijk groeien de komende 20 jaar tot 20 miljoen inwoners. We krijgen natuurlijk de klimaatverandering met grotere weersextremen zoals we die nu al zien. De leefbaarheid in de stad komt onder druk door dat klimaat. Watertekorten, maar ook, overstromingen komen meer voor. Ruimtegebrek onder en boven de grond wordt echt een ding. Zowel voor de bouw van RWCT's bijvoorbeeld hebben we ruimte nodig. Maar met name ook in de stad, bijvoorbeeld voor gescheiden rioolstelsels. Waar ook nog eens een keer glasvezelnetwerken moeten komen. Waar ook nog een keer warmtenetten moeten komen. Dat wordt steeds complexer. Met name voor gemeenten is dat echt een worsteling. Hoe hou je dat allemaal onder controle? En uiteraard de discussies over digitalisering, artificial intelligence en dergelijke. Dat gaat ook heel veel betekenen, denken wij. Verder ook, ja, waterkwaliteitsaspecten. Ik heb ze net al genoemd, KUW en de richtlijn stedelijk afvalwater. Dat zijn ook belangrijke drijvers om beter te gaan zuiveren, om ook iets te doen aan overstorten en emissies uit het rioolstelsel. Waterschaarste heb ik al genoemd. Het versterken van het VTH-instrument, vergunningverlening, toezicht en handhaving, ook al een paar keer genoemd vandaag. Daar is ook geconstateerd dat dat op punten echt nog wat beter kan. Dus dat is ook iets waar we iets aan moeten doen. En tenslotte, en dat is vandaag nog wat minder aan bod gekomen, maar waterschappen in ieder geval hebben de ambitie neergezet. Wij willen energie neutraal worden. We willen klimaatneutraal worden. En we willen ook volledig circulair worden in 2050. En dat geeft ook een behoorlijke opgave. Waarvan we eigenlijk niet eens precies weten. Als je praat over we willen circulair zijn. Wat betekent dat dan precies? Hoe ziet dat er dan uit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat zijn nog best veel vragen. En tenslotte de krimpende en de vergrijzende arbeidsmarkt. En daar kom ik ook meteen op terug. Oh, even kijken hoor. Verkeerde knopje. Even een tussenstapje, dat VTH. Ja, eigenlijk is het al een paar keer gezegd vandaag. Het wordt steeds belangrijker hè, als we zien dat de grote, het lage fruit is al geplukt. En zeker die indirecte lozingen, maar ook de directe lozingen. Daar valt wat te verbeteren nog. Dus daar moeten we mee aan de slag. Is al een paar keer genoemd. Dus ik kan dit eigenlijk wel snel hier doorheen. Dat circulair, ja, dat zijn dus die opgaven die we hebben. Energie neutraal al over een jaar. Klimaatneutraal 2035. En circulair 2050. Dat komt er ook nog bovenop. Dat leidt tot investeringen. We hebben geprobeerd om een inzicht te krijgen in het volume van de investeringen. En dit is echt een behoorlijke onderschatting, denk ik nog. Omdat we kregen al te horen van, ja, bijvoorbeeld grote persleidingen zitten hier nog niet eens in. Dus dit is een, wat we zien, is dat waarschijnlijk de investeringen in de hele waterketen, dus drinkwater, riolering en waterschappen, gaat waarschijnlijk min of meer verdubbelen in de komende jaren. En we hebben de capaciteit gewoon niet om dat allemaal op dit moment, op de manier waarop we het nu doen, weg te zetten. Tijdens die sessie met de marktsector, dus dat waren de aannemers en de adviesbureaus, is dit uitgebreid besproken. En het was ook op dat moment al redelijk bekend aan het worden. En eigenlijk zeiden met name de aannemers, die zeiden van je moet veel meer een lange termijn perspectief gaan bieden. Wij willen graag circulair gaan bouwen. Moeten we elektrische apparaten kopen? Dat gaan we doen als we weten dat we orderportefeuille hebben voor bijvoorbeeld 15 tot 20 jaar. Dan wordt dat circulair bouwen wordt gewoon veel interessanter. We willen ook dat jullie gaan nadenken over standaardisering. En wat in België gebeurt,
het modulair bouwen, het standaardiseren, dan kunnen we ook veel meer wegzetten. En dat duurzaam aanbesteden. Dus neem die eisen voor het duurzaam bouwen maar op. Dan kunnen wij eraan voldoen. Dit is makkelijk gezegd, want de reactie van de waterschappen is wel een beetje van ja, maar wij hebben allemaal onze eigen standaarden. Wij willen toch allemaal maatwerk. Dus dit is ook iets wat we met de bestuurders van de waterschappen en met de VVZB, bijvoorbeeld de Vereniging van Zuiveringsbeheerders, gaan we dit ook echt wel bespreken. Dit is een start van de discussie, denk ik. Daar moeten we ook niet te lang over doen. Maar we willen dit wel gaan aanpakken. Want ja, als we die ambities die we hebben willen doen, hè, en die investeringsdeadlines die zijn voor de richtlijn stedelijk afvalwater, zijn die 2045, dan moet je nu aan de slag. En dan moet je dus hier ook wel haast mee gaan maken. Dus dit is echt een behoorlijke opgave. En dan nog steeds, hè, zelfs als we dit allemaal doen. Ja, er zijn bijna geen mensen, zowel bij de technische universiteiten als in het uitvoerende werk, zijn er gewoon heel weinig mensen beschikbaar. Dus dit gaat ook een ding worden. Hoe gaan we hiermee om? Nou, de visie eindigt eigenlijk met een paar aanbevelingen. Ten eerste van ja, die enorme investeringsopgave die op ons afkomt, die hebben we nu in beeld. En ik moet zeggen, wij hebben dit dus nu al gepresenteerd, ook bijvoorbeeld in het bestuur van de Unie en in een aantal commissies en werkgroepen. En daar is toch wel waardering voor dat het nu allemaal op een rijtje staat. Dus dat allemaal veel beter een beeld hebben van wat komt er op ons af. En vanuit het projectteam zeggen wij van ja, je moet echt wat gaan doen met die afstemming. Het is niet zo dat we zeggen je moet je autonomie opgeven als waterschap of je moet in de pas gaan lopen in een vast programma. Maar je moet echt wel op een aantal manieren zul je wat meer moeten gaan afstemmen. Nou, voor de lange termijn hebben we een ontwikkelagenda opgesteld. Want met name bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, ja, weten we niet precies wat daar op ons af gaat komen. En er zijn ook bij die uitvoering van die andere opgaven zijn best nog veel vragen die op ons afkomen. Dus daar is echt ook een behoefte om gezamenlijk te kijken van, we hebben een soort onderzoeksprogramma wat ook leidt tot een stukje implementatie. Hoe kunnen we daarmee omgaan? En als derde aanbeveling zeggen we, elk waterschap en ook de drinkwaterbedrijven en de gemeentes, neem deze visie mee in je eigen planvorming. Lees het en bekijk wat je er zelf mee kan gaan doen. En zorg dat je het ook in je eigen waterbeheerplan bijvoorbeeld opneemt. Dus dat is de aanbeveling om het te vertalen. Nou, daar wou ik het eigenlijk bij houden. Dankjewel, Michael. Ik weet hoeveel werk het is geweest om deze visie te maken. En ik weet ook welke discussie we eigenlijk over ons afroepen. Want je raakt er wel een beetje aan. Autonomie enerzijds versus de onvermijdelijkheid van de samenwerking anderzijds. De samenwerking is ook vandaag vaak gevallen. Ik ga straks, de Unie vindt wat de 21 waterschappen vinden, maar ik wil, zolang de 21 zich nog niet uitgesproken hebben, kan ik mooi mijn eigen verhaal nog even vertellen. Ik vind je heel voorzichtig als je zegt we hoeven de autonomie niet op te geven. Ik denk dat we gewend zijn als waterschappen om te zeggen, autonomie dat is een groot goed. En vanuit die autonomie zoeken we naar waar we de samenwerking kunnen vinden. Ik denk dat dit verhaal van de visie op de waterketen laat zien dat we hem om moeten draaien. Dat we moeten beginnen bij de onvermijdelijkheid van samenwerking. Omdat we het anders niet georganiseerd krijgen. Omdat de waterschappen en andere waterbeheerders elkaar gaan beconcurreren op wat er nodig is. Ik denk dat dit alleen maar gaat lukken als we echt met elkaar programmatisch gaan werken en een heleboel dingen loslaten. Standaardiseren moeten we gaan doen. Maar misschien ook wel prioriteren. Het ging erom. Best for program is zo'n verhaal wat we binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma met elkaar hanteren. Misschien zijn dat veel meer de lijnen waar langs we moeten gaan denken om deze opgave, waarvan ik denk, die is echt enorm, echt met elkaar goed te kunnen adresseren.
geef ik je toch graag de gelegenheid om daar even op te reageren, Michael. Want jij bent ook adviseur. Ja. En niemand hoort het. Het wordt niet opgenomen en er luistert niemand mee. Nou ja, ja Sander, ik ben misschien inderdaad iets te voorzichtig geweest. Wij proberen... Kijk, die visie is ook namens de drinkwaterbedrijven, gemeenten en Rijk en IPO opgesteld. Dus dat ben ik eigenlijk vergeten te vertellen, maar op dit moment, de komende weken, wordt die in al die koepels wordt die allemaal in het bestuur besproken. En ja, ik probeer een beetje, ik ben misschien een beetje te voorzichtig geweest, omdat zolang er nog geen uitspraken liggen bestuurlijk, dan ja, ben ik, probeer ik wat voorzichtig te zijn. Maar eigenlijk heb je gewoon helemaal gelijk. Hè? En ik denk het zelf ook, mijn vingers jeuken. Ik werk nu bijna 35 jaar in het vak en ik heb toen nog meegemaakt dat we die hele investeringsprogramma gingen doen voor het nitraat, voor het Rijnactieprogramma en het Noordzeeactieprogramma. En toen hebben we ook samen gezeten. Toen was het ook zo, ook uit de oude doos, sorry dat ik het zeg. Maar, nee, dat gebeurt vandaag maar vaker. Toen hebben we ook gewoon met alle waterschappen bij elkaar gezeten. En toen was er echt een platform waarbij kennis uitgewisseld werd. En waarbij nagedacht werd van hoe kunnen we dingen doen. En toen zijn er hele mooie dingen ontstaan, zeg maar, waarbij we heel veel van elkaar geleerd hebben. En dat moet nu nog een keer en misschien wel driedubbel zo intensief. Ja. Dus ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Ja, maar jij bent bestuurder en ik niet. Dat was bijna alsof we dit voorbereid hadden. Ja, maar ik maak wel graag gebruik van dit moment, want ik denk dat we dit verhaal hebben we ook met z'n allen te dragen. En het is geen makkelijk verhaal, want tegelijkertijd gaat het in Den Haag over bestaanszekerheid en kunnen we dit allemaal wel dragen. Ook daar hebben we een antwoord op nodig met elkaar om dat te doen en dat antwoord dat kunnen we alleen maar met elkaar maken. Dus die boodschap geef ik jullie graag mee. Vragen, opmerkingen uit de zaal? Arnoud Wild, Royals Koning DV. Dankjewel Michael voor je verhaal. Een vraagje over de richtlijn stedelijk afvalwater. Jij noemt de kleinere zuiveringen en dan gaat het over kwetsbare wateren of ze wel of niet iets moeten doen. Ja. Zijn er nou twee risicobeoordelingen, één voor de NMP-fracties en één voor de micro-verontreinigingen? Of is dat gewoon een zuivering is een risicovolle zuivering en daar moeten ze bij doen? Nee, dat zijn er dus twee. Dus Nederland moet een eutrofieringsgevoelig gebied aanwijzen. En dat was natuurlijk, dat was al, hè, dus heel Nederland is eutrofieringsgevoelig, inclusief de Noordzee. Dus daar is geen discussie over, denk ik. En voor medicijnresten, ja, dat is, daar moeten dus ook risicovolle gebieden worden aangewezen. En daar hebben we natuurlijk in de afgelopen jaren hebben we een beetje gewerkt met de door onszelf bedachte, hoe heet dat ding ook alweer, Koert, help me, de hotspot-analyse. Hè? Dus dat zou natuurlijk in principe weer op dezelfde manier kunnen. Maar ja, het is aan het Rijk, dus het ministerie van INW in dit geval, denk ik, die zal dat moeten doen. En ja, wij denken natuurlijk graag mee, maar zo een soort benadering zal dat zijn. Dus het hoeft niet per se dezelfde kaart te zijn. Misschien wordt het wel zo, misschien wordt weer heel Nederland risicovol, ik weet het niet. Nog weer terugkomend op het andere punt daarvoor. Dan richt ik mij tot de dagvoorzitter en aan Michael. En ook een beetje gelet op het verhaal van Aquafin. Is het ook niet een moment om in het na te gaan denken van, is de organisatiestructuur die we nu georganiseerd hebben met heel veel waterschappen waar allerlei mensen zitten en we weten dat er capaciteitstekort al gaat ontstaan, om daar ook naar te gaan kijken, moeten we dat niet gaan veranderen, zeg maar. Zou je dat aandurven of is dat te ver nog? Misschien wat bredere vraag. Ja en nee. Elke structuur is dienstbaar aan de opgave. Dus daarin ja. En tegelijkertijd nee, omdat ik bang ben dat de grootste aarzeling voor mensen om ook vanuit de waterschappen te gaan praten over of het anders moet, is dat iedereen bang is, oh, als het maar geen stelseldiscussie wordt. Want dat is gewoon een allergie die er breed in onze sector zit. En hoe we die twee goed bij elkaar krijgen, daar mag je mij bij helpen, want ik voel hem heel erg. Andere, nog, helemaal achterin. Ja, goeiedag, Guus Meijs, Glasdenmaar Nederland. Samenwerking is een beetje een van de rode lijnen van deze middag. Aanvoerstelsel, riolering is een belangrijk punt. Enerzijds om al het water ook bij de rioolwaterzuivering te krijgen. Maar ook om de zuivering goed te laten werken.
Maar ik hoor Michael zeggen, ja, in overleg met gemeenten hoor je dan van, ja, het is zo moeilijk en we hebben al eigenlijk geen geld voor verdere investeringen. Mijn vraag is eigenlijk, ja, hoe krijgen we nou de gemeenten mee in die samenwerking? Want ook voor de sector is het van belang dat het rioolstelsel op orde is. Michael, jij hebt ook met de VNG gesproken? Ja. Ja, nou ja, dat wil ik even nuanceren, want VNG is aan de tafel en Stichting Rionet. En dan merk je dat bij Rionet, ja, ik zeg het maar gewoon, daar zit al wat meer swing en enthousiasme dan bij de VNG. Die heel erg zeggen van, nou ja, we hebben zoveel taken en water is, tot een paar jaar geleden was bij de VNG zelfs het motto van water heeft geen prioriteit. Hè. Hadden ze überhaupt niemand meer in Den Haag rondlopen die iets van water vond. Dus Rionet die doet wel mee en die heeft ook aangegeven, we willen ook in het volg actief meedoen. Dus ik denk dat de strategie een beetje voor ons gaat worden om via dat kenniscircuit en een meer inhoudelijke circuit om toch dingen te gaan afspreken, denk ik zo. En uiteraard hoop ik dat ook bijvoorbeeld het ministerie, die kan hier natuurlijk ook een rol in spelen, hè, als toezichthouder, dat daar misschien ook nog wat... Wat extra gedrukt gaat worden. Deze visie waterketen komt uiteindelijk ook bij het BO Water terecht. En ik hoop heel erg dat we daar met elkaar in die scherpte ook het gesprek gaan voeren. Ik wil naar de laatste presentatie. En dat doe ik niet voordat ik Michael bedankt heb. Dank je wel. Graag gedaan.